mijn tijd had je sowieso niet van die kleine camera's of telefoons, überhaupt. Je had zo'n telefoon, dat was gewoon zo'n grijs ding of rood met zo'n draaischijf. Die kon je niet eens mee naar buiten nemen. Om zo, pok, hoor je dat? Ik heb iemand een klap verkocht met die horen. Lachen, hè? Dat deed je niet. Telefoon was er om te bellen. Dat was wat je deed. En bellen was bijzonder, hè, in mijn tijd. Bellen was zo bijzonder. En nu, het lijkt wel, ja, het is natuurlijk, iedereen heeft zo'n ding. Mensen nemen niet eens meer op. Die kijken en denken, ja, ze moet je niet opnemen. Ja, nee, dat is Patrick, bel ik later even terug. In mijn tijd, als er werd gebeld bij ons thuis, dat was al bijzonder, dan rende de hele familie naar de telefoon toe. Serieus, het was net dat iemand zei, op uw plaatsen, klaar, af. De hele familie rende naartoe. Echt, onderweg vechten wie hem op mocht nemen. En dan had ik hem en zei, hallo, met Najib Amali uit Krommenie. En dan hoor ik bijvoorbeeld, oh, sorry, ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat geeft niks hoor, mevrouw. Wie moet u hebben? De familie Janssens. Oh, nee, dat is verkeerd, ja. Want dit is de familie Amhali. Oh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Nou, dat geeft helemaal niks, hoor. Wat gaat u nu doen, mevrouw? Nou, dan ga ik een ander nummer draaien. Dat is heel goed. Dag, mevrouw, veel succes. Ja, dag, jongeman. Dag. Dan hing ik op. Zei ze, wie was dat? Ze hebben het verkeerd verbonden. Maar daar hadden we het over, hè, de avond. Dan kwam mijn vader thuis en mijn vader... Zo, je hebt iemand gebeld? Ja, dat was een mevrouw die heeft gebeld. Wie was dat dan? Mevrouw, weet ik niet, maar ze moest mevrouw Janssens hebben. Oh, dat zijn wij niet, zei mijn vader. Ik zeg, nee. En nu? Ik zeg, ik ga kijken waar die mevrouw Janssens woonde. Pak ik een telefoonboek erbij, sloeg ik hem open, zag ik alleen maar Janssens staan. Hier ergens. Maar dat waren gesprekken, maar daar had je het over. Echt, en nu bellen ze op en het enige wat ze vragen is, hé, wat doe je? Waar ben je? Mij ook, hè? Kijk, ik hou niet van bellen. Hé, wat doe je? Ja, niks. Ja, waarom bel je? Ja, weet ik niet, jij belt. Ja, ik bedoel, wat? Ik zeg, wat een gesprek, man. Ga je nog wat doen? Nee? Oké, dan bel ik later op. Waarom? Nou, misschien dat je wat gaat doen straks. Oké, doei, doei. Ik zie mensen lopen op straat. Twee meisjes, jong. Hoi, waar ben je? Achter je, kijk dan. Ja, ik zie je! Volwassen vrienden van mij bellen aan en de telefoon gaat. Ik neem op. Hé, hey, kijk even naar buiten, ik sta voor je deur. Jongen, wij belden toen we telefoon hadden, belden we één keer in de maand, mochten we bellen naar Marokko. Dan belden we naar opa en oma. Maar dan ging er eerst een brief van Nederland naar Marokko, wanneer we precies zouden bellen. En opa en oma hadden geen telefoon, nee. De plaatselijke slager in het dorp, die had telefoon. En daar mocht je dan heen komen. En dan zat mijn opa en oma dan een uur van tevoren te wachten. En wij zaten dan in Nederland, was vaak op zondag om 8 uur, want dan was het iets goedkoper, zei mijn vader. En dan zaten we om die telefoon heen. Gewoon de hele familie, het was een familiegebeuren. En dan pakte mijn vader de horen op en dan mochten we allemaal, toe maar, één cijfertje draaien van het nummer. En je hoopte de nul, want die was het allerlangst. Ja toch? Dan je tak. Dan hield ik hem heel even vast. En mijn vader, los! Als je de één had, was je zo klaar. Rat, ah shit! En hadden we het nummer gedraaid, zei mijn vader, oké, nou stil allemaal. Stil! 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 En dan was het stil, hè, bij ons thuis. De hele flat bij ons was stil. Ja, hij gaat over. Ja, hij klopt, hij gaat over. En de telefoon ging over. En dan zaten we naar de draad te kijken, weet je wel. We dachten, jezus, dat draad gaat natuurlijk helemaal naar Marokko toe. Ja, dat dachten we echt. En mijn vader, die praatte altijd heel hard door de telefoon. Omdat hij dacht, het is Marokko, ik moet hard praten, anders verstaan ze me daar niet. Zo is mijn oma ook doof geworden door mijn vader. Die schreeuwde echt, hallo, hoe gaat het? En dan hoor je wel eens uit de flat, ja, wel goed hier, oh. En dan mochten we allemaal wat tegen opa zeggen. En dan had mijn moeder gezegd, nog allemaal tegen opa een beetje praten. En het gesprek moest je al voorbereid hebben, want zo'n gesprek was duur. Je kon niet, hey opa, waar ben je? Wat doe je? Nee, je wist wat opa deed, die was bij de slager in Marokko. Maar mijn opa was altijd helemaal emotioneel. Die vond het heel erg dat we weg waren, dus als we die aan de lijn hadden, begon hij al na 4-5 seconden te huilen. En dan moest ik ook huilen, en zo huilden we alleen maar in die telefoon. Zo van, oké, ga nog geen jank, heer, volgende, praten of huilen, kijk maar. Maar dan had ik je nog over, man. Echt 3 dagen later liep ik met mijn broertje naar school. Zei ik, weet je nog toen we naar opa gingen bellen? Ja, hij ging huilen. Ja, ik ook, hoor. Ja, hoe ging jij huilen? Ik zo. Dat waren mooie gesprekken, man. Ja. En dan kan je alles met die telefoons, hè. En we doen er niks mee. Je zou zeggen, hoe goedkoper de tarieven, hoe mooier de gesprekken. Maar dat is niet zo. En ik heb ook een telefoon, hoor. Ik bedoel, ik gebruik ook niet al die functies die erop zitten. Ik vind het allemaal onzin. Ik heb er internet op zitten. En internet vind ik wel grappig, maar dan ga ik dingen uitproberen. Kijk of het echt werkt. Op mijn mobiele telefoon ga ik bijvoorbeeld naar www.bol.com. Kun je cd's bestellen en boeken en dat soort dingen. Nou, dan krijg je een scherm voor je en dan wil je dingetjes kopen. Dan staat er, uw winkelwagen is leeg. Oké. Dan vul ik mijn winkelwagen. Dan klik ik dvd's aan.
En soms bestel ik echt voor 300-400 euro aan dvd's. En dan staat er, wilt u betalen? Klik, ja. Wilt u naar de kassa? Klik, ja. En dan sta ik voor die kassa en daarna druk ik mijn telefoon helemaal uit. Ja, vind ik leuk. Gewoon een beetje de boel fokken. Want ik weet, er staan heel veel mensen te wachten voor mijn winkelwagentje bij die kassa. Van, hey, wat is die nou? Ja, dat weet ik niet. Hij is weg. Ja.